Dat is wel een mooie opmerking. Zijn als de schetsen, weet je, bij Joris op de werkkamer. Dus gewoon om je even als lezer aan te houden. Op dit moment is er een schorsing. En die schorsing die duurt tot 10:15. Dat is een lange schorsing van 3 kwartier. En die heeft ermee te maken dat de coalitiepartijen het niet met elkaar eens zijn. En die zijn op dit moment boven in het stadhuis druk aan het vergaderen met elkaar en met de wethouders waarschijnlijk. Ja. En waar zijn ze het niet over eens? Ze zijn het er niet over eens of wij als raad nog een keer de eis moeten stellen dat de nieuwe Kuiperij maximaal 16 meter hoog mag worden. De VVD, CDA en D66 vinden dat het hoger mag. En de Haagse Stadspartij die vindt dat het niet hoger mag, samen met alle oppositiepartijen, waaronder ook GroenLinks. En de PvdA die houdt zich tot nu toe nog op de oppervlakte. Dus dat is een hele spannende situatie en daarover wordt waarschijnlijk nu vergaderd. Ja, maar er is toch een bepaalde rechtspraak geweest daarover? Ja. Dat het niet hoger mag dan 16 meter? Er is een amendement ingediend door de Haagse Stadspartij, de VVD, CDA en D66. En in het amendement stond dat er geen hogere hoogte mocht worden gebouwd dan 16 meter. Maar nu heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat dat amendement onvoldoende gemotiveerd was. Dus dat er een betere motivering plaats moet vinden. Nou, een aantal partijen die willen die motivering gaan geven, zodat we die bouwhoogte op maximaal 16 meter kunnen houden. Maar er zijn dus ook een aantal partijen, waaronder VVD, D66 en het CDA, die zeggen van nou, we laten die 16 meter los en het mag wat ons betreft ook hoger. En daar is nu oneenigheid over. Ja, dus dan zou er dus eigenlijk een motivatie moeten komen om het hoger te maken ook? Nee, er hoeft geen motivatie te komen om het hoger te maken, want het college heeft in de tussentijd een deal gesloten met de ontwikkelaar dat er maximaal 24 meter hoog gebouwd mag worden. Maar de Haagse Stadspartij en GroenLinks en nog een heel aantal andere partijen zijn daar niet blij mee. Want wij willen helemaal geen 24 meter, wij willen 16 meter maximaal. En daarom willen we dus een extra motivering naar de Raad van State sturen. Zodat de Raad van State die motivering nog een keer kan bestuderen. Zodat er hopelijk maximaal 16 meter hoogte uit gaat komen. Dus nu zijn ze met elkaar daarover aan het vergaderen. Of ze dat wel of niet doen. Of dat ze bij wijze van spreken de VVD, de Haagse Stadspartij, kan ompraten of zo. Dat is natuurlijk de vraag wat er gebeurt aan die vergadertafel. Ik kan daar niet heel veel zinnigs over zeggen. Maar het is wel duidelijk dat de posities van de coalitiepartijen op dit punt echt verschillend zijn. Dus daar zal over gesproken worden nu. Ik heb op een vergadering, ik geef het woord aan de wethouder. We bespreken hier vandaag een bestuurlijke lus. Dat is geen keerlus, maar een lus die gemaakt wordt, wat heel gebruikelijk is in de wereld van de ruimtelijke ordening. Wanneer het bestemmingsplan is ingediend, daar bezwaren op zijn gemaakt, want er volgens ook een uitspraak bij de Raad van State over wordt gevraagd. Dat zijn geen bijzondere omstandigheden, dat gebeurt regelmatig. En dan daarmee een aanvraag doen. Dat is de reden waarom de familie zeg maar zwak is. Sterker nog, van de uitspraak van de Raad van State is zoals die is. De Raad van State heeft dat verworpen. En wij hebben in het onderhavige juridisch advies daarin geen nieuwe aanwijzingen gezien die dat bouwen. Het zijn inderdaad 4 pagina's, wij hebben het allemaal goed bestudeerd. Maar er is geen ander argument eigenlijk naar voren gebracht dan dat we over de commissie al op dat vlak besproken hebben. Dit punt van de uitspraak. Is gewoon eigenlijk ook een punt waar, ja, waar je niet naar kan veranderen. Je kan niet de feit veranderen zoals die zich hebben voorgenomen. De leden verzoeken die voor het voorstel zijn, gewijzigd voorstel, et cetera, die voor dat voorstel zijn, voor dat voorstel kunnen zijn, leden van de fractie, de HSP, de VVD, de CDA, D66 en ik ben André Elis, ik ben van de Partij voor de Vrijheid. We hebben zojuist gesproken over de situatie in de Scheveningse haven, hè, waar dus veel discussie is over de tussenuitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft in feite gezegd, dat noemen ze dan met een moeilijk woord, wat tegenwoordig kan een bestuurlijke lus. Dat betekent dat de gemeente in staat wordt gesteld om zeg maar nader te motiveren of in dit geval eventueel met een aangepast voorstel te komen. Nou, wij vonden en best wel veel mensen in de raad vonden dat er nader gemotiveerd moest worden. En dat we dus vast moesten houden aan die bouwhoogte van 16 meter. Maar ja, helaas, zojuist bij de stemming, ik weet niet of het gezien heeft, maar de stemming was 22 voor,
21 tegen, dat zijn er dus 43 bij elkaar. Helaas waren er twee mensen afwezig. Eén iemand wegens ziekte en iemand wegens verplichting in de Tweede Kamer. Als die er wel waren geweest, dan was het 23-21 geweest. En dan was het zeg maar, het voorstel verworpen geweest. En dan had de gemeente wel alsnog nader moeten motiveren. En er zijn juridische deskundigen zijn er op een gegeven moment ingeschakeld. En dat is met name ook door de enorme inspanning ook van Jury van de Haagse Stadspartij. Nou, en die juridische deskundigen, of de juristen zeg maar, die zijn ingeschakeld, die hadden ook de opvatting dat het een begrepen kans van slagen had om nader te motiveren. Zoals uiteindelijk ook door de Raad van State gevraagd. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Als je het als gemeente Den Haag hebt over betrokkenheid van burgers en je hebt het over een open bestuurscultuur, dat je het dan laat aankomen op zo'n stemming op dit moment. En dan zie je dat op het zeg maar 50-50 is bijna, 22-21. Dan siert het dit college niet dat ze niet de gelegenheid hebben genomen om, even zoals gevraagd door een aantal partijen, ook door ons, ruimte te nemen voor een second opinion. En ruimte te nemen, zeg maar, het besluitmoment even uitstellen.